Zo, jongeman. Ik geloof dat ik me goed ga gedragen. Oké, de aankomende tijd. Ik zal nooit met criminele dingen doen. Peter, beloof je dat, oké? Ja, kunnen die handen even los? Oké, je wordt vrijgelaten, meneer. Perfect. Oh, de vrijheid. Ik ruik het gewoon al. Ja, agenten. Ho. Je belooft wel inderdaad dat je het goede pad opgaat, toch? Ik beloof het. Ik zal nooit meer criminele dingen doen. Dan ga je weer levenslang in de gevangenis. Begrepen? Inderdaad, we willen je niet meer zien. Ik begrijp het, agenten. Vanaf nu zal ik me goed gedragen in Brookhaven. Ik ga alleen maar goede daden verrichten, oké? Ik ga mensen helpen. De sponsors die je hebt ingeleverd bij ons, die krijg je bij deze terug. Mijn telefoon, mijn geld en mijn pinpas. Hartstikke bedankt, agent. Alsjeblieft, jongeman. Meneer, ook een donut? Ik heb ook een donutje erbij gegeven. Ja, dat is wel lekker, hè? Lekker. Ja, dat is wel lekker, hè? Lange tijd niks van toen. Heel gadver, wat zie jij eruit? Agent, ik ga er vandoor, oké? Volgens mij hoor ik het klaars. Hartstikke bedankt. Nogmaals, ik ga het goede pad op, oké? Oké, later. Vanaf nu ga ik alleen nog maar goede daden verrichten in Brookhaven. Ik kan niet wachten. Je bent smerig en mijn hond en gadverdamme, wat een stank hier buiten. Kan er niet eens weg hier uit de buurt of zo? Mevrouw, tegen wie ben jij aan het praten? Nou, tegen dit akelige mannetje hier in het vieze huis. Akelige mannetje? Welk mannetje precies? En wat zie jij eruit? Je mag je tanden ook wel eens poetsen, hoor. Oh, sorry hoor, mevrouw. Stank hoeft niet hier buiten. Je mag wel iets liever doen. Ik kom net uit de gevangenis, oké? Ja, dus? Hoe doet mij dat nou? Is er iemand? Jazeker. Maak dat je wegkomt, mevrouwtje, oké? Wegwezen jij. Nou, beter ook. Mij ook altijd. Meneer, kan ik binnenkomen? Ja, kom maar binnen. Als je belooft dat je me ook niet gaat pesten. Wat is er met jou aan de hand? Nou, die mevrouw, die heeft me helemaal in elkaar geslagen en alles. In elkaar geslagen? Ja. Hoe is dat nou weer? Omdat ik arm ben. Je bent arm? Heb je geen geld? Nee, ik heb geen geld. En is dit waar je woont? In het huisje met allemaal vuilniszakken hier zo? Ja, zeker. Dit is mijn huis. Weet je wat? Ik heb ook zo geleefd, oké? Ik weet precies. Kunt u misschien €1 besparen? Nou, meneer, mag ik geen zorgen. Dat zou me echt heel erg helpen. Vroeger, voordat ik de gevangenis in ging, was ik ook arm. En ik heb bepaalde dingen meegemaakt. Mijn moeder heeft mij uit huis gezet. Ik was arm, ik had geen geld. En zo besloot ik het criminele pad op te gaan. Ik heb 2 jaar lang hier in de Brookhaven gevangenis gezeten bij het politiebureau. En ik kan je vertellen, het is geen pretje. En ik zeg niet dat jij zo bent, maar ik help je graag. Nee, zeker niet. Vandaag doe ik alleen maar goede daden. Hier, weet je wat? Neem anders mijn Robux. Ik heb nog 500 Robux voor u. En, echt waar? Alsjeblieft, jazeker. Een klein geitje voor je. En weet je wat? Ik weet al iets. Laten we als eerst beginnen met je outfit gaan aanpassen. Ik heb namelijk ook een nieuwe outfit nodig. Kom met me mee, oké? Wow, meneer. Ik heb me nooit zo fris gevoeld in mijn hele leven. Oh, je ziet er hartstikke goed uit. Het staat je veel beter dan die kleren met al die scheuren erin. En hartelijk bedankt, meneer. Je wil niet weten hoe goed het mij doet. Ja, dit outfitje staat me ook wel wat beter dan dat oranje gevangenispak. Iedereen keek ons aan. Maar weet je wat? Zoals ik al zei, vandaag doe ik alleen maar goede daden in Brookhaven. Ik ga ervoor zorgen dat je nog blijer wordt. Dankjewel, meneer. Je huis waar je sliep daar met al die vuilniszakken, dat is verleden tijd. Kom met me mee, oké? Wow, meen je echt? Jazeker, meneer. Volg mij maar. Wat fijn dat je me uitnodigt bij jouw huis. Nou, meneer. Ik moet je wat vertellen. Vertel. Al die tijd in de gevangenis heb ik nooit geld uit kunnen geven. En ik heb best wel wat geld gespaard. En inmiddels is helaas mijn oma overleden. Waardoor ik een behoorlijke erfenis heb gekregen qua geld. Gecondoleerd. Dankjewel, meneer. Het ligt nogal gevoelig. Maar zoals ik al zei, ik wil het goede pad op. En daarom is dit niet mijn huis, maar uw huis. Ik heb een huis voor je gekocht met het spaargeld dat ik nog had. Jazeker, nee, je maakt een grapje, meneer. Ik hoop dat je op deze manier jezelf kan opfrissen. Jezelf weer ready kan krijgen om een baan te vinden in Brookhaven. En jezelf kan redden, oké? Iedereen verdient een tweede kans. En zo ook jij. Je hebt echt mijn leven gemaakt, meneer. Er moeten meer mensen zoals jij op de wereld zijn. Meneer, ik hoop dat u gaat genieten, oké? Dat zal ik zeker. Hoef ik er niks voor terug. Ik ga weer verder, oké? Er zijn nog veel meer goede daden die ik kan verrichten. Ga je gang, meneer. Doe je ding. Oké, fijne dag. Heel veel succes. Dankjewel. Oh, het was zo fijn om die meneer te helpen. Het is mega druk. Hallo mevrouw, wat is er aan de hand? Hallo. Nou, het is hier heel druk en ik moet oversteken. Oh, oud vrouwtje toch? Moet ik u wel eens een beetje helpen met het oversteken hier zo? Ja, en u heeft al behoorlijk wat boodschappen gehaald. Moet ik u anders helpen tillen? Ja, als het lukt. Oh, ja, tuurlijk. Ik kan u wel helpen met het oversteken. Zo moeilijk is dat niet. Het is namelijk best wel rustig hier zo. Ja, maar het verkeer is hier zo druk. Nou, mevrouw, laten we gaan. Laat maar met me mee, oké? Oké. Stapje voor stapje, mevrouwtje. Komt goed, er komt geen verkeer. In mijn tijd was het best wel druk. Oh, oké, mevrouw, deze kant op. Deze kant op. Iets sneller, iets sneller, iets sneller. Pas eens op, waar je rijdt, man Kees! Jullie moeten uitkijken. Hey joh, ga aan de kant. Ik hem weer. Gadverdamme, wat een rotdag. Oké dan. Sorry mevrouw daarvoor. Ik zei dat in mijn tijd was het rustiger. Ja, ik weet niet hoe lang u al in Brookhaven woont, maar kijk eens aan. Oh, een hele lange tijd. Dankjewel. Veilig naar de overkant. Dat was geen moeite mevrouw. Ik doe graag goede daden voor iedereen, oké? Ja, dat doe je goed. Oh, dat scheelt niks. Bijna waren we aangereden. Fijne dag toch? Fijne dag mevrouw. Oh, dat voelt zo goed om goede daden te verrichten. Stuurland! Oh nee, niemand komt er niemand aan. Een 3 centimeter ronde bril van je. Hé, wat zijn jullie daar aan het doen? Hé, stoppen! Oké. Wat zijn jullie aan het doen, joh? Wegwezen jullie twee, pestkoppen! Wegwezen, moeten jou in elkaar slaan. Moeten wij jou in elkaar slaan inderdaad? Ik ben de politie, ik ben klaar met jullie. Ik ben de politie! Oké. Oh, kom, we gaan er vandoor. Hallo, spreek je met de politie? Met de politie geconfronteerd worden. Oh, dan gaan ze al, jongen, gaat het met je? Nee. Oh, ben je in elkaar geslagen? Ja. Oh, dat meen je niet. Gelukkig zag ik het net op tijd, ik heb ze weggestuurd. Dat is het enigste wat ik kon doen, oké? Dankjewel. Pestkoppen zijn mega stom. Waarom pesten ze je eigenlijk? Omdat ik een nerd ben. Ik ben veel slimmer dan hun. Oké, en dat is de reden dat je in elkaar wordt geslagen? Ja. Nou, ik kan je vertellen, jongen. Veeg die tranen maar weg, oké? Iemand zoals jij is mega belangrijk in deze wereld. Slimme mensen is het belangrijkste wat er is. Het is altijd goed als je slim bent. En het maakt ook niet uit hoe je eruit ziet, wat voor kleding je draagt, wat je doet, zolang je zelf maar blij bent, oké? Dus een mooie glimlach op je gezicht, want het komt helemaal goed. Negeer die pestkoppen maar, oké? Je bent beter dan hun. Dankjewel, meneer. Geen probleem. Weet je wat? Ik zal je mijn nummer geven, oké? Als er wat is, kan je me altijd bellen. Oké. Mijn nummer is 06. Dankjewel. Oh, geen probleem, oké? Ik hoop dat je dag een beetje beter is op deze manier. Ja, veel beter. Oh, gelukkig maar. Ik ga er weer vandoor, jongeman. Wat gebeurt er toch vandaag allemaal in Brookhaven? Alsof het mijn taak is of zo om goede daden te doen. Het lijkt wel alsof Brookhaven mensen zoals ik nodig heeft. Nou ja, laten we maar wat anders gaan doen. Ik denk dat ik maar even ga shoppen. Oh, ik heb echt wel zin om wat lekkers te eten hier bij de supermarkt. Help iemand! Stop de dief! Hij stelt alles aan! Dat zal je leren! Opstaan jij! Hier geef je dat geld! Heb je de dief gestopt? Hier geef je dat geld, jij! Ja, hier alsjeblieft! Oké, en nu wegwezen voordat ik de politie bel, ja? Ik weet dat je wegkomt! Ik weet dat dat een neppistool is, ja? Ik weet dat dat een neppistool is. Oké. Echt waar. Mevrouw, gaat het? Nou, ik ben wel een beetje geschrokken hoor, jeetje. Ja, dat kan ik begrijpen. Heeft hij nog meer gestolen dan dat geld? Nee, dat niet gelukkig. Oké, hier hebt u het geld, oké? Alsjeblieft. Dank u wel. Fijn dat ik u kon helpen zo snel. Het was wel een beetje schrikken, hè? Ja, het was heel erg schrikken. Ik ga even bijkomen en even wat water drinken, maar onwijs bedankt. Geen probleem, mevrouw. Ik ben hier om goede daden te verrichten vandaag, oké? Dat zie ik. Je bent goed bezig. Nou ja, ik ga me aanmelden bij het ziekenhuis. Ik dacht van misschien dat ze daar wel een handje kunnen gebruiken. Een handje hulp. Ik bedoel, ik merk altijd dat het daar super druk is. Dus misschien dat ze wel mijn hulp kunnen gebruiken. Dat denk ik ook. Succes. Nou, succes met uw supermarkt. Doei. Dag meneer. Goedendag. Ik wil me graag aanmelden voor voor vrijwilligerswerk. Ik zag dat u online nog op zoek was naar voor mensen. Voor vrijwilligerswerk? Ja, zeker. Het lijkt me fijn om goede daden te kunnen verrichten voor mensen. Eens en in het ziekenhuis voor je, jongen. Het al helemaal. We hebben vandaag plek zelfs. U bent aangenomen, meneer. Oh, hartstikke fijn. Ja, weet je hoe het zit? Ik probeer mijn leven te verbeteren, oké? Dat is mijn taak en zo voelt het ook. Meneer, je bent goed bezig. Waren er maar meer mensen zoals u? Ja, wat kan ik anders doen voor taken? Oh, nee, oh nee. Auw, dokter. Daar is de instructie. Dokter, waar moet ik haar heen brengen? Breng haar naar de operatiekamer. Oké, door deze deur hier zo. Oké, perfect. Hier is de operatiekamer, ik zie het al. Gaat het, mevrouw? Oké, ga je maar even liggen als dat kan, oké? Op de tafel. Oké. Mevrouw, weet u ongeveer wat er is gebeurd? Ik liep naar school en iemand reed me aan en toen werd het zwart voor mijn ogen en ik weet het niet meer. Dat doet zo pijn. Oké, de dokter, rustig maar. Het komt goed, mevrouw. Het komt goed, oké? Oké, ik heb de uitslag. Oh, perfect, dokter. En dus haar been is gebroken, helaas. Heb ik iets gebroken? Ja, maar ik heb ook nog een turnwedstrijd en ik kan alleen... Oh nee, rustig maar. We moeten haar been in een gips doen. Ja, meisje. Dat zal 6 weken duren voordat het weer goed is. En binnen 6 weken kan je weer lopen, genezen en kan je lekker weer sporten, zoals eerst. Maar in de tussentijd moet ze in een rolstoel zitten. En kijk eens naar de positieve kant. Met een rolstoel kan je naar school en iedereen kan een naam op je gips zetten. Dat is toch wel leuk? Dat is wel leuk. Maak je zich geen zorgen. Ik probeer gewoon goede daden te verrichten. Nou, dit was de enige zaak voor vandaag. Je hebt ons goed geholpen. Oh, fijn om te horen, dokter. Je hebt echt een goed hart, meneer. Dan ga ik lekker naar huis, oké? Dat is helemaal goed. Zeer bedankt, meneer. Kleine meid, hou je sterk, oké? Hou je taai, het komt goed. Ja, dankjewel. Oké, nou, fijne dag. Oh, ik denk dat ik maar even een pizzaatje in de oven ga doen. Dat zou echt perfect zijn. Kijk eens aan, zo, die erin, kleppie dicht. Wat hoor ik hier? Is er iemand? Is dat mijn buurvrouw Zoey? Oh nee, oh nee. Oh nee, haar huis staat in brand. Oké, ik moet de brandblussen pakken, ik moet de brandblussen pakken van boven. Oh, kijk eens aan, snel. Staat in de brand. Oh, ik kom eraan, Zoey, ik kom eraan. Oh, blus alles, blus alles, blus alles. Oké, kom op, alles moet uit, alles moet uit. En daar een beetje, oké, perfect. Zoey, kom erin, kom je redden, Zoey, kom je redden. Oh nee. Zoey, blijf uit de muur vandaan. Oké, ik ben binnen, aan de kant. Zoey, blijf buiten wachten, oké? Oké. Ik help je uit deze brand, Ja, help me maar uit de brand. Dennis, de schuur. Ja, Zoey. Oh nee. Zoey, wat heb je gedaan allemaal, Ja, nou, ik wilde mijn ijsje laten smelten en die heb ik op het vuur gelegd. En toen, ja, toen ijsje laten smelten op het vuur? Ja, dat zeg ik. Ik wilde geen brain freeze hebben. Zoey. Toen vloog alles hier in de fik. Oké, Zoey, even kijken of alles veilig is. Oké, ik zie nergens brand. Ik denk dat het veilig is. Wat je moet doen is, je moet even je ramen open laten staan, zodat het een beetje kan doorluchten, zodat de brandlucht weggaat, oké? Oké, is goed. Dankjewel. Fijn dat je om hulp riep, Zoey. Ik was net op tijd. En een tip voor de volgende keer. Alsjeblieft, leg nooit meer een ijsje op het vuur, oké? Dat ijsje heeft een houten stokje, dat vliegt in de brand. En op die manier is het waarschijnlijk op je tapijt gekomen. Is de rest van het huis in brand gevlogen en je woont op een boerderij, Zoey, dus ja. Klopt, inderdaad. Nou ja, ik deed met alle liefde, Zoey. Ik help graag mensen, oké? Dankjewel. Ik moet naar mijn opa en oma, want ik zou bij hun gaan eten en ik... Veel plezier en eet smakelijk. Ik had beloofd om ze te gaan helpen, Zoey. Dankjewel, fijne avond. Oké, doei. Ding dong, opa. Hallo, daar. Gebeld. Oh nee, doe maar rustig hoor. Ik wil zo wel binnenkomen. Is de deur open? Ja, zeker. Die is open. Kom maar door. Hoi opa, hoi oma. Hoi kleinzoon. Het is lang geleden dat ik jullie heb gezien sinds de gevangenis. Ja, hoe gaat het echt, hè? Nou oma, het gaat hartstikke goed. Ik heb mijn leven verbeterd. Ik ben alleen maar goede daden aan het richten in Brookhaven, oké? Oh, goed van je. Ik heb van alles al gedaan. Een arm iemand geholpen. Ik heb een omaatje helpen oversteken, een ruzie gestopt. Ja, die moet je zeker helpen. Iemand geholpen als vrijwilliger bij het ziekenhuis, een dief aangehouden. Mijn beste vriendin geholpen met een huisplant. En nu kom ik hier lekker voor jullie zorgen, opa en oma. Oh, wat fijn. Dat doe je goed. Dus ga maar lekker zitten op de bank. Ik verwerk jullie wel, oké? Dus even kijken, zo de televisie voor jullie aan. Hebben jullie anders trek in wat lekkers te eten? Ik ga wel even koken voor jullie. Ja, zeker. Handjes wassen. Wat aardappeltjes. Ja, bootjes. Oké, dan ga ik het even maken voor jullie, opa en oma. Gaan jullie maar lekker televisie kijken, oké? En hopsakee, tot uit de oven. Perfect. Oké, jullie kunnen aanschuiven. Oké. Even kijken. Hoor. Zo, lekker wat kip en wat boontjes en een aardappeltjes. Heb je ook wel iets voor jezelf gemaakt? Jazeker, ik heb ook wat voor mezelf gemaakt. Gelukkig maar. Opa en oma, ik moet jullie eerlijk toegeven. Ik had het eerder moeten doen, het goede pot kiezen. Ik had nooit een slechte pot moeten opgaan. Nee, dat klopt. Maar heb je zelf verbeterd. Zijn jullie trots op me? Ja, zeker. Ja, zeker, kleinzoon. Nou ja, ik hoop in ieder geval, opa en oma, dat de kijkers ook trots op me zijn dat ik allemaal goede daden heb verricht vandaag. Zeker zo. Het was een behoorlijke lange dag, maar dat heb ik allemaal over voor iedereen. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op de abonneerknop. Doei!